Volgende week presenteert Apple de gloednieuwe serie iPhones. Maar wat mag je nou verwachten? Hey, en wat dan? Wij kennen deze gloednieuwe video hier op TechTime. Ik ben Marco en in deze video ga ik jou even bijpraten over de nieuwe serie iPhones. Er komen meerdere telefoons uit en wat je ongeveer wel mag verwachten, gebaseerd op de laatste geruchten, dat ga ik je vertellen in deze video. Geef deze video een duimpje omhoog als je een smartphone hebt en ben je nog niet geabonneerd. Doe dan even snel via die abonneerknop hier onder de video. Ik zou het super tof vinden als dat dan ook gaat doen. Het was even gisteren. Wat zal de nieuwe naam zijn van de nieuwe iPhones? Maar hoe het er nu naar uit zal zien, zal het dus de iPhone XS gaan heten. Ook wel de iPhone XS. Dit klinkt eigenlijk op zich best wel logisch. De voorgaande generaties hadden meestal ook na het eerste jaar al gelijk ook een S erachter. Een soort second edition. Op zich is dat geen hele slechte keus. Als je die X en die S naast elkaar zet en je spreekt dat dan ook in het Engels uit, dan heb je iPhone Access. iPhone toegang? Het zal wel een hele leuke marketingnaam zijn. Maar of dat ook echt zo is, dat is nog even een kwestie van afwachten. De iPhone XS zal standaard geleverd worden in twee verschillende formaten. De reguliere iPhone XS zal een schermdiagonaal hebben van 5,8 inch. En de iPhone XS Plus zal naar verwachting een scherm hebben van 6,5 inch. Beide telefoons zullen een OLED-scherm gaan krijgen. Maar naar verwachting komt er zelfs ook nog eens een derde iPhone aan. Alleen dit zal dan een goedkopere variant zijn. Deze heeft een schermdiagonaal van 6,1 inch en zal dus voorzien zijn van een LCD-paneel. LCD is in de regel wat goedkoper en ook wel ietsjes minder goede kwaliteit dan OLED. Dus ik verwacht dat dit ook een speciale budget iPhone wordt, zoals bijvoorbeeld de iPhone SE het geval was. Wat er onder de motorkap ook nog gaat veranderen is de nieuwe chip. In dit geval zal Apple zo goed als zeker de Apple A12 chip gaan gebruiken. Dit keer is dus deze chip gebakken op 7 nanometer. En hiermee is dus ook een stuk kleiner. Hij is een stuk energiezuiniger, maar ook nog eens een stuk sneller. Dit is dan wel eigenlijk vrijwel het enige wat op dit moment bekend is. Er is nog niet veel bekend over de nieuwe prestaties van deze chip. Maar gebaseerd op dit al, verwacht ik dat het al heel erg groot is. Want de stap van 12 nanometer naar 7 nanometer is best wel groot. Wat ook nieuw zal zijn is de camera. En het is eigenlijk wel traditiegetrouw dat telkens bij een nieuwe generatie iPhones dat de camera ook steeds beter wordt. Alleen is het momenteel nog niet bekend hoeveel beter het zal zijn. Na verwachting zal het wel zo zijn dat zowel de iPhone XS als de XS Plus een dual camera gaan krijgen. Maar of dat ook echt zo is, dat is nog even de vraag. Wat ook heel irritant is, is dat de iPhones niet zo heel snel opladen met de standaard oplader. Dat gaat veranderd worden. Met de nieuwe serie zal een snel laden meegeleefd worden. En hiermee is het dus mogelijk om je iPhone nog sneller op te gaan laden. Ook nog eens heel groot verschil is met het draadloos opladen. De prestaties van draadloos opladen liggen vele malen hoger dan wat er nu op de markt is. Naar verwachting zal het dus zo zijn dat je in 30 minuten tijd 60% accuduur erbij krijgt. Dus dat is in ieder geval al een hele grote sprong voorwaarts. Want het is op dit moment nog best wel langzaam als je dus draadloos wilt gaan opladen. Ik ben echt heel benieuwd wat ze hiervoor gebruikt hebben. Want het is natuurlijk ook een hele grote stap om in één keer zo snel draadloos op te laden. De iPhone XS Plus of de iPhone XS Plus zal naar verwachting ook een speciale splitscreen modus zijn. En deze modus ken je misschien al van de iPads die de afgelopen jaren ook uit zijn gekomen. Heb je bijvoorbeeld de agenda app, in plaats van dat je alleen de agenda ziet, zie je ook rechts bijvoorbeeld de andere items. Of heb je bijvoorbeeld ook contact voor je, dan zie je niet alleen de naam en de informatie, maar dan zie je rechts ook nog veel meer info, veel meer contactgegevens. Je krijgt dus gewoon veel meer informatie te zien op je scherm. En dat is al een heel groot verschil ten opzichte van de kleinere iPhone XS. Dat is in ieder geval al super handig als je meer dingen tegelijk wil gaan doen. Dat je in één keer een groter overzicht hebt, wat meer informatie tot je kan nemen. Ik ben persoonlijk wel heel erg hyped over deze feature. En ik kan niet wachten om dit ook echt live te gaan zien in een livestream. Ook nog eens, de kleuren zijn ook zo goed als zeker waar deze iPhones in geleverd gaan worden. Space Gray, Silver en je hebt ook nog eens Gold.
Je hebt dus drie verschillende kleuren waar je uit kan kiezen op het moment dat je dus deze nieuwe iPhone wil gaan aanschaffen. De namen zullen ongetwijfeld wel anders zijn, maar ik denk dat die toch wel hier aardig in de buurt mee komen. En dan die prijzen. Ja, die prijzen is natuurlijk ook het hekelpunt van de meeste smartphones op dit moment. En ook hier, Apple is duur. Apple is prijzig en dat gaan ze ook zeker hier ook doorvoeren. Na verwachting zal de reguliere iPhone XS $999 gaan kosten. De iPhone XS Plus zal naar verwachting $1199 gaan kosten. En de goedkopere iPhone, die zal naar verwachting zo'n $699 gaan kosten. En dat is een best wel smaak geld. Je krijgt weliswaar een nieuwe telefoon van Apple, maar ik vind die prijzen toch echt heel erg hoog. En dan gaan we over naar het laatste punt. Wat is de timeline? De iPhones zullen gepresenteerd gaan worden op 12 september in het Steve Jobs Theater. De klassieke presentatie waar alles mee verteld wordt over deze nieuwe telefoons. Uiteindelijk kan je deze telefoons dan pre-orderen vanaf 14 september. De verwachting is dat je dan op 21 september of 28 september dan officieel ook gaan kopen in de winkels. En dit waren dan even de 10 meest actuele geruchten over de nieuwe telefoons. Ik ben benieuwd wat er nu gaat komen, ondanks dat ik zelf nog steeds een Samsung Galaxy S9 Plus gebruiker ben. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren bij Apple. Voor dit interessante video, geef deze video massaal een thumbs up. En ben je nog niet geabonneerd, doe het dan ook even snel. En laat mij gewoon even heel simpel je mening weten via de poll. Ik ben heel benieuwd naar wat jij hier allemaal van vindt en wat jij voor telefoon op dit moment ook gebruikt. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. En zoals altijd zeg ik weer, tot ziens!